Deze editie duiken we met een big de keuken in. Verhaalt Jort over zijn allerlaatste vleeselijke contact. Gaan we met 25 zwembroeken van Ivo lunchen in Ramatuel. Eert Jort een woestijnheldin die snopwaardig sneuvelde in de Sahara. Hangt Ivo aan de opgespoten lippen van een tweeling. En laten we de hondjes happen in Hermes. Een hele goede maandagochtend, heer Altena. Ja, gaap. Dat nog wel een beetje. Sorry. Ja, weinig berichtjes in de mailbox van sales. Mm-hmm. Ja, hier en daar wat bedelarij. Mogen die adverteren. En dan moeten we toch strenger zijn. We gaan niet zomaar allerlei merkwaardige merkjes lopen pushen. Dus de lat gaat wat hoger. De huurduur verkopen. Nou, ik weet niet of we ons überhaupt moeten verkopen. Nee, we gaan een keer achter die muur, hoor. Dat is echt onhoudbaar, dat geslijm. Ik begrijp dat jij wel iets te verkopen had. Ja. Je kickback ergens. Ja, het kookboek van mijn vriend. En van jouw oude werkgever, Maarten van der Biegelaar. Mijn eerste en enige en sowieso laatste baas. Ja. Nee, die heeft het boek Kook geschreven. En nu wij ook Kook met COOKE, toch? Wij zijn, ja, Kook in de uitverkoop, wat goed. Rust in je hoofd, reuring aan tafel. Dat is het aardige van het boek. Dat Maarten, Maarten van der Biegelaar is een uitgever. Ja. Wij kennen hem, oprichter van Quo. Daarvoor ook nog wat andere dingen gedaan. En eerst na Quote eigenlijk de tasjesbusiness ingaan. We kennen die Traveltech-tasjes wel. Ja, die zijn nog steeds voorradig. Daar liep de koning mee. Ja. Iedereen liep, wij ook. Prachtige dingen. Eigenlijk gebaseerd op een tasje dat jij en ik ooit kochten in Milaan. Ja. En toen gaf jij hem een bijnaam. Toen gaf ik Bicht bijnaam. Ja. Hij had zich, laten we zeggen, laten inspireren door de contouren van dat tasje. Wat van een mooi Felici-tasje. Ja. En toen heb ik hem, toen hij vroeg, loop nou met mijn tasje. Oh, wat is het moeilijk om het te zeggen. Ja, en toen noemde ik hem de tasjesdief. Ja, en sindsdien heet hij ook zo. Ja. Heeft hij nou ook al die recepten gejat van een ander of niet? Nou, nee, maar die benoemt hij wel. Dus hij heeft het over de meatballs van Harry's Bar in Venetië. Oh, ja. En dan probeert hij er ook zijn eigen draai aan te geven. De New Style Sashimi, een beroemd gerecht van de Japanse chef van Nobu. En daar geeft Bicht dan zijn eigen draai aan. Hij maakt een steak tartaar zoals je een steak maakt. Ja, maar in plaats van vlees maakt hij dat met tomaten. Ja. En Bicht was ook altijd wel een liefhebber van broodje kannibaal. Dat was gewoon gemalen hersenen. Ja, dat was... Nou, wij hadden vroeger wel in Parijs zo de neiging met een paar oesters te beginnen. Dan een matrasdik plak foie gras, toen dat nog minder taboe had. En dan een steak tartaar. Dus de laatste keer dat ik aan dat rondje heb meegedaan, een jaar of 20, 30 geleden. Toen, in Antwerpen. Dat werd een streetpizza. In Docks, heb ik, in Docks Café. Ja, ik weet het nog. Weet ik nog dat ik over de reling in een hotel heb moeten kotsen. Dat het zo kletterde 10 meter dieper. Buitengewoon, ja, ik kon het gewoon niet meer inhouden. Nee, en ik weet ook dat je voorafgaand aan deze, laat ik zeggen, uitbraak. zei jij, ik vraag mij nu ernstig af, wie is wie nu aan het verteren? En toen heb jij het zeker voor het onzekere genomen en afscheid genomen. Ja. De allerlaatste keer dat ik vlees heb gegeten in mijn leven. Ja, nee, maar het is ook simpel te maken. Het ziet er wel smakelijk uit, dat kan je anders zeggen. Ja. Mooi, Rood. Dank, Ivo. Tot zover de commerciële... Je krijgt toch geen dub voor? Of mag ik een keer bij hem komen eten weer? Nee, ik krijg boek. De Snopcast. Niet inclusief, maar exclusief. Wat gaan we drinken, Ivo? Want je hebt het over eten, maar de glazen zijn leeg. Ja. Nou, ik wou jou toch weer ik wou jou nu en de 10 zit alweer in de klok op deze maandagochtend. We hebben hem nooit gedronken. Ja. We hebben nog nooit een klassieke Negroni gedronken. Dus dat gaan we nu doen. Maar we gaan dat doen. Ben je ook bij Negroni nu ingehuurd? Of zo? Dat we doorlopen aan de Negroni. Negroni is een verzamelnaam van maar dit, ik laat je me eerst even... Dit is gin. En dit zijn twee Nederlandse broers uit Rotterdam. Ja, 40%? 42%. Ja, dat is wel pittig. Hoe kan er wat omheen? Ja, nee, maar goed. Je moet het... Maar het is wel aardig. Deze jongens hadden een grootvader, een knil militair die op zijn Ambon leefde. Ja. En die had zijn jenever iedere avond paraat staan. En daar had hij zelf een lokaal kruidenmengsel aan toegevoegd. En dat maakte furoren in kleine kring. Ja. En deze jongens hebben dat recept ter hand genomen. Want gin is eigenlijk om de malaria uit te drijven, om de muggen dat beweren de Britten altijd. Dat je dat nou in maar India. En het komt ook door de quinine in de tonic. Ja, toch? Die dat helpt. Nee, maar dat helpt. Ja. Maar goed, zij als kleinzonen hebben hun eerbetoon aan hun grootvader. Vandaar de naam Bobby's Gin. En dat hebben ze samen met een Rotterdamse distilleerder uit 1771 hebben ze dit gemaakt. En dat gaat ongelooflijk goed. Ik ben al ongelooflijk jaloers ook. Ja. Hoe dat, als ik dan naar mijn eigen
kwakkelende business kijkt, is verkopen 300.000 flessen per jaar inmiddels. Ja. Dus dat gaat hard. Maar even, dus, ik weet niets van gin, behalve dat ik het, ja, gin als ik het ergens doorheen doe. Maar gin, drink jij nu gewoon gin met een blokje ijs? Nou, dat doe ik ook niet, dat hoor. Dat is heftig, hè? Gaan hem even optuigen met een met de rest. Ik voel me nu wel een beetje Harry van het Kamp, zeg. Gaan we het zo nog over hebben. Dus je doet net als in aflevering 12, volgens mij. Dezelfde vermoed. Dezelfde, alleen een andere gin ineens in. Ja, toen hadden en we nu een is het een Negroni variant, vind jij? Nee, dit is gewoon een klassieke Negroni. 1/3 gin, 1/3 vermoed, 1/3 bitter. Maar er zit geen spumante, er zit geen belletje in. Dat is de klassieke Negroni is ook zonder belletje. Ben je ook een matige man? Laat je snop voeden dan. Mail je vraag naar desnopkast@tonymedia.nl. De snopvoeding. Dus we hadden we hebben een vraag van ene Alexander Longeval. Mooi. Hoe zou jij het uitspreken? Alexander Longeval. Of Alexander Longeval. Dat kan natuurlijk ook. Wat is jullie mening over tattoos en kunnen deze aanvaardbaar, stijlvol of zelfs snobistisch zijn? Deze worden toch vaak gezien als iets dat vooral gelinkt wordt aan lagere sociale klasse en marginaliteit, ondanks ze, de zaakjes in sommige gevallen, een culturele betekenis kunnen hebben. Dan denk ik dat je vooral praat over de walvisvaarders van Nantucket, die natuurlijk daar begonnen in Amerika met die tattoos, de Indianen natuurlijk ook. Maar ik heb het idee dat het in de volkszak in de banlieues van onze grote steden niet echt verwijzing naar Nantucket is, toch? Iets anders, maar hij vraagt of het snopwaardig is. Nou, ik vind het, ik heb sowieso, maar dat is misschien heel ouderwets, toch wel moeite met de tattoo. Ik weet dat ik er nog een keer echt geschokt door was, dat ik het voor het eerst zag tijdens een talencursus in Lowestoft, Engeland, dat ik daar een man met één been op een bankje zag zitten waar ik de bus uitstapte. Ja, waarom stap jij een bus uit? Ja, zullen we daar even over hebben? Om mijn Engels te perfectioneren. Dat hoor je toch? En die vent die zat daar met een ontblote onderarm. En daar was, nou ja, zoals dat vroeger was. En daar stond een anker op gegraveerd. En, ja, de zeeman. En ja. Ik heb toen ook uitleg gekregen van, ja, dat is iets voor stokers op een oceaanstomer. Die hebben dat soort dingen. Maar ja, het is nu... Maar inmiddels, ik denk dat de helft van de 30 minners dit wel onder de inkt zit, hoor. Ja, voelen wij ons kaal en ouderwets? Of zeggen we, wij lopen eigenlijk weer voor de troep uit? Stoïcijns zoals we zijn. Nou, ik denk dat er toch ook wel spijt in daalt. Als je nou ziet dat sommige mensen echt van een bij de enkels opklimmende inktvispoot die dan via de knie naar het kruis gaat en dan komt er nog een zeemeermin op de rug bij. Ik denk van, jeetje mina. Ja. Of de naam van een geliefde die toch iets minder geliefd is na een jaar of vijf. Daar zit je dan. Ik had een voormalige dus, een teerbeminde, die had had zich voorgenomen om een huwelijk met iemand aan te gaan. En die naam stond ook op haar enkeltje. Jeetje. En daar staat nu inmiddels iets heel anders. Maar dat was wel een beetje kliederen bij de tattoo artist. Om dat allemaal weg te werken, ja. Dus we zijn eigenlijk heel erg onverbiddelijk in ons oordeel. Dat het, maar vind je het een paupergewei als je een tattoo hebt? Nou, ik vind het een beetje sneu. Ja, een beetje En zo'n kleintje op de pols, zo'n Indiaanse. Of als er een verhaaltje van de familie of van het meisje zelf in zit. Oh, leuk toch? Dat vind ik niet zo moeilijk. Nee? Okay. Of een heel klein dingetje in de nek. Nee, nou niet zo scherp. Ik vind, als het maar niet zo... Het ergste is natuurlijk zo'n Johnny de Mol. En die gaat dan, ja, die wil natuurlijk, die moet die vader doen vergeten. Die moet iets van zichzelf zijn, dus die gaat dan rare dingen doen. En dan heeft hij, het is een vriendelijke jongen trouwens verder, maar dan gaat hij zo'n boord. En dan komt er zo'n soort draak met allemaal paarse en blauwe kleuren uit zo'n boord zetten. En dan denk je, Johnny, jij hebt het zwaar, wij hebben het zwaar, maar waarom moet dit? Ja. Wie doe je hier een plezier mee? Maar we kunnen er heel lang over doorgaan. Maar, Alexandre. Maar we gaan tattoos wat de snops betreft niet doen. We gaan ze zien op de stranden. En als je dochter ermee begint, gewoon onterven. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Want Ivo, dus nu. Het is dat wij nooit op Zandvoort komen. Maar daar is denk ik toch 3/4 van de jeugd inmiddels ondergekliederd. Ja. Voel jij je daar wel naakt? Tegen die tijd in je speedootje. Sowieso die speedootjes. Nou, dat speedo-tijdperk ligt wel een beetje achter me, hoor. Ja, maar ik moet wel even de luisteraar uitleggen. Jij bent dus de enige Nederlander die in staat is geweest om bij de fiscus met je team van fiscalisten voor elkaar te krijgen dat jij je zwembroeken mag aftrekken voor de belasting. Dat was zijn de werkkleding.
Ja, nou ja, ik ging toch ook voor de lezer op pad naar allerlei resorts om dat te beproeven. En dat moet je dan, dat kan je maar in één soort kledingstuk doen. Dat is een zwembroek. Dus ja. Ergo, dat is werkkleding. Ja, en niet alleen in de zomer. Het absolute hoogtepunt, vrij letterlijk, is geweest dat jij dus op de Matterhorn, waar een nieuw hotel werd geopend, een nieuwe jacuzzi in gebruik nam. Ja. Die als een statief 4 meter uit een openslaand dak omhoog kwam. Ja. Into the hotel in Zermatt. Ja. En ik kan dat wel eens even voor de Snopkastluisteraar gaan laten zien. Dat is namelijk een fragment. Het is de enige scène van deze jacuzzi die ooit is opgenomen. Daarin is het hotel meteen failliet gegaan. Ze zijn eigenlijk niet eens open gegaan. Het was een heel exclusief hotel. En jij bent hotel. De enige die gefilmd is in die jacuzzi. In je werkkleding. Ja. Nee, het was het meest exclusieve hotel waar ik ooit ben geweest. Want het heeft maar 2 maanden bestaan. Maar het was wel 5 sterren deluxe. En die jacuzzi ging letterlijk langs een soort paaldanspaal naar boven met mij erin. En alle leidingen gingen mee. En dan ontsloot zich dat glazen dak. Het klapte weg. Ja, nee, dat was prachtig. En er was ook binnen in dat hotel ook een bar die heel langzaam langs alle verdiepingen naar beneden of naar boven. Ja, dan kon je de bar bestellen op de eerste of op de derde. En dan kwam de bar met al die mensen erop en eraan. Ja, nee, dat het was een fantastische into plek. Into the hotel. Into the hotel van Heinz Julen, de kunstenaar. En nog jarenlang ergens bij de curator is jouw filmpje gedraaid om te bewijzen hoe los deze man van God was. Ja. Enfin, maar daar ging niet om. Het ging om je zwembroeken, want jij was daar dus in je werkkleding aan het werk. Ik herinner mij ook een keer een bijeenkomst met Quote. Had ik een tripje met wat ons welgezinde partijen. Toen heb ik een vliegtuig gehuurd. Gingen we naar die privé-airport boven Saint-Tropez. Boven Cannes, Super Cannes. En toen op een jacht naar Saint-Tropez. En dan kom je altijd voor die haven, of voor Pampelon, voor het strand van Saint-Tropez aan. Maar we hadden een mannetje of 20 bij ons. En dan moet je altijd die laatste 100 meter nog even, die kun je zwemmen. En toen was jij zo attent om in werkelijk alle kleuren een stapel zwembroeken bij je te hebben. Niemand ingelicht. Zeg, waar hou je die 25 zwembroeken vandaan? Nou ja, het was inderdaad een beetje lastig voor de genodigden. Die wisten niet anders dat ze dat ze een lunch zouden hebben. Maar die wisten eigenlijk niet dat ze naar Frankrijk zouden vliegen en dezelfde avond weer terug. Hadden gezegd, we gaan even lunchen. Dat was alles. Ja, en, dus ze gingen met een privévliegtuig en vervolgens moesten ze de laatste 100 meter zwemmen. Maar niemand had niemand was daarop ingesteld. Dus toen heb ik inderdaad iedereen in een van mijn broekjes kunnen hullen. Ja. Het werd wel heel erg aftrekbaar weer. Wederom, jouw investering. Eigenlijk een snopvraag. De vrouwen, zouden die topless moeten of moeten die in een wollen badpak wat jou betreft? Nou ja, dat wollen badpak ligt niet zo heel ver achter ons. Hè. Dat ligt zo'n 100 jaar achter ons. Dat je met je rijtuig zo dicht mogelijk bij de kustlijn kwam. En dan in zo'n rietmand erin gedragen werd. Ja, en dan kwam je er 2 kilo zwaarder uit als vrouw. Ja. Want je had natuurlijk het tweedelige badpak, de latere bikini, die bestond helemaal niet. Je moest echt maximaal bedekken. Dus dat, en dat doet me eigenlijk denken aan de tijd dat vrouwen dus inderdaad vervoerd werden in koetsjes of wat dan ook, maar gedragen werden. Ja. Ik wandelde vorige week met een mij bevriend politicus over het Lange Voorhout. Dus niet het Voorhout, maar het Voorhout. Misschien wel de mooiste straat van Nederland. Waar al die oude grote huizen, vaak ook paleizen, Kneuterdijk, Huis van Wilhelmina, een Hotel de Seine, kennen we allemaal wel. En liggen maar ook op nummer, ik meen 62, het huis van Alexine Tinne. Ken je haar? Ik heb iets over haar gehoord. Ja. Nou, ik zag dat hebben ze mooi genaamd, vrouw. Dat hebben ze allemaal van die blauwe plakettes aan die huizen gehangen met een beetje een geschiedenis van dat huis en van de families die er woonden. En het werd ons een klein beetje verweten, zo hier en daar, dat de afgelopen afleveringen een tikje misogyn waren. Ja. En dus ik dacht, we moeten eigenlijk eens een keer een vrouwelijke held op het schild hijsen. Nou, het wemelt ervan op onze wand, zou ik zeggen. Nou, ik zie daar Jackie Kennedy, maar aan de hand van Onassis. Brigitte Bardot. Vrouwvriendelijke man. Ik zie Farah Diva, de vrouw van de Sja. Volgens mij daar Claudia Cardinale in absolute topvorm. Nee, maar we hebben inderdaad, wij zijn wel een lichte oververtegenwoordiging van mannen. Ja, nee, dat is toch goed dat we plus, daar nu plus aandacht. Plus onze redacteur Milou in haar kleutje. Ja, uiteraard. Ja? Ja. Nee, dus laten we eens iets aardigs over de heldinnen zeggen. En toen dacht ik, wacht even, die Alexine Tinne. Een jaar of 10 geleden was er een tentoonstelling over haar. Kwam er een boek uit, een podcastreeks. Ik dacht ineens, dat is het. Eigenlijk de eerste ontdekkingsreiziger, of in ieder geval grote avonturier van Nederlandse bodem, die vertrok naar Afrika.
In het midden van de 19e eeuw. We hebben het over 1862. Hoe kon zij zich dat permitteren? Zij was de dochter van Henriette van Capelle, adellijke familie, en diplomaat Philip Tinne, die zijn vermogen met de familie hadden verdiend op suikerplantages in West-Indië. Dus ik geloof in Guyana. Okay. Naast Suriname. Ja, je zou kunnen zeggen slavengeld, maar daar ging het in de 19e eeuw nog niet zo om. Koloniale handel. En zij was zo'n keurig meisje op dat voorhout in hofkringen opgevoed, keurig in baljurkjes uitkomen, debuteren, je weet allemaal hoe het gaat. Verveelde zich, wilde de wereld in en wilde eigenlijk vrij zijn. Ja. En vertrok toen haar vader overleed en er haar een enorm vermogen toeviel, vertrok ze gewoon met haar moeder naar Afrika. Over welke tijd praten we überhaupt? 1862, 63, zo. Ja, dat is 60 jaren 19 heb nou. Ja, dat is niet Schiphol. Nee, Dus dan ging je niet met Schiphol en zeker ook niet met de trein. Dus die voeren dan naar Cairo. En dan begonnen ze met de bovenloop van de Nijl. En dan gingen ze gewoon diep Afrika. En de eerste blanke vrouwen die het centrum, Centraal Afrika bezochten. En ja, ontberingen doorstonden, maar wel stoer. Maar gewoon met een tentje. Nou, dat viel mee. Het was wel vrij comfortabel, want de dames reisden wel in stijl. Ze heeft natuurlijk allemaal dagboeken bijgehouden. Travel Light was niet helemaal de stijl van de familie Tinne. 32 koffers met huisraad, waaronder een stalen ledikant. Staal? Een stalen ledikant moest gedragen worden. Meubels, eigen cutlery, dus het zilverwerk. Ja? Alles ging gewoon mee. Ze had 5 honden mee, daar was ze dol op. Die had ze in rieten manden en die hingen aan haar kamelen. Ja, ze vervoerde haar honden dus mee. Zij, zowel als haar moeder, hadden 12 bediendes per persoon mee. Het gevolg bestond uit zo'n 200 mensen die ze droegen. Die ze door ondieptes sleurden. Die de olifanten van mij op afstand hielden. 102 kamelen. Jezus, en gewoon een expeditie. Ja, ezels, zilverwerk, alles was erbij. En dat is ook een van de ergernissen. Ze hadden ook wat Duitse onderzoekers meegenomen. Want die tijd van ontdekkingsreizen. Mm-hmm. Die dachten, we gaan de ornithologen en we gaan de Afrikaanse natuur, flora, fauna in beeld brengen. Maar voordat ze natuurlijk kamp hadden gemaakt, voordat ze zich ingericht waren en weer weg waren, duurde zo lang. En daarom past ook helemaal in de snopkast. Mm-hmm. De ergernis was vooral dat de dames niet hielden van vroeg opstaan. Goed. Oh, dus ze konden niet voor 10 uur, 11 uur 's ochtends wakker worden. Als de zon op zijn hoogtepunt begon. En pas inderdaad als de zon helemaal strak aan de hemel stond, dan zette de karavaan zich eens in beweging. Jezus. Die tijd, ook het tempo, zou jou ook aanspreken. Dat ze dan zou je denken, ze gingen even naar Khartoum. Hè, dus in de Soedan of waar is dat? Onder Egypte. In Midden-Afrika, daar ben je dan, daar zou je in deze tijd even 3 dagen zijn. Maar daar zat ze dan gewoon 18 maanden. Jezus. Dus dat duurde eeuwig, joh. Jarenlang in die woestijn gebleven. We kunnen niet echt zeggen dat Alexine licht reisde. Ze had niet alleen spulletjes bij zich. Nee, ze heeft zelfs een draagbed met baldakijn met zich meereizen om de zon tegen te houden. En met een matras, zodat ze comfortabel kan rusten. En een verfrissend slaapje doet. En ze zegt ook in haar dagboek, we worden elk gedragen door 4 negers. We hebben er elk 12, zodat ze om beurten kunnen uitrusten. Nou. De sociale we hebben nu 120 negers voor onze persoonlijke bagage. Ja. Nou ja. Kom er maar eens om, hè. Ja. Maar waren er meer vrouwen die dit soort dingen deden? Was dat vrij uniek? Nou, er zijn later wel vrouwen geweest. Kijk, Gertrude Bell, een Engelse, die de Britse variant van Alexine Tinne. Maar dit is al wel weer decennia later. Heel stoer. Maar Alexine was eigenlijk, ze is bekend geworden, zou je kunnen zeggen, vanwege haar reizen, maar ook vanwege haar fotografie. Zij heeft dat voor hout prachtig gefotografeerd, hele eigen stijl. Ook nog vorig jaar een boek over uitgekomen. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen, wij eren haar omdat ze zo laat opstond. En ook om de manier waarop zij stierf. Want laten we dat niet vergeten. Uiteindelijk natuurlijk enorme ontberingen, ziektes, cholera, tyfus, weet ik wat ze allemaal kregen. Haar moeder overlijdt. Een aantal bediendes overlijden, knechten overlijden, een hond overlijden. Malaria natuurlijk. Ja, dus ze treurig trok ze zich in Cairo terug op een gegeven ogenblik. Begint zich dan weer te vervelen. Wil niet meer terug naar Den Haag, naar dat saaie hofleven. Ja. En zegt dan, dan koopt ze een jacht, zoals dat heet. En dan wordt er wat bemanning, Afrikanen, Arabieren, maar ook Nederlanders niet vlogen, maar waarschijnlijk met ingescheept. Ingescheept. Ja. Zit ze weer een tijd op een jacht. En dan besluit ze toch de woestijnen in te gaan uiteindelijk. In die 60 jaren om
de Touaregs te leren kennen. Nou, ja, de gewone luisteraar denkt, oh ja, dat is die auto heeft mijn moeder ook. Ja, 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 maar dat is hem dus niet. Het is dus een nomadenstam in de woestijn, in Sahara. En zij leert zelfs, moet je nagaan, zij leert de taal van de Touaregs om goed kennis te kunnen maken. Maar dat wordt uiteindelijk ook fataal. Ja. Op een gegeven ogenblik wordt haar kamp overvallen. Denken ze dat ze haar van de zilver en alles kunnen beroven. Er ontstaat een gevecht met die Touareg-dieven. Kun je in dit geval struikrovers feitelijk. Ze was helemaal dol op die Touaregs. Prachtige kleding, goede uitstraling, sterke kerels. Ik denk dat ze stiekem een beetje verliefd op de Touaregs was. Alleen op deze ene denk ik niet. Want toen zij dus haar tent uitstapte om om de overval tot een goed einde te brengen, toen hakte er een van die kerels haar hand eraf. Het bloed spoot 5 meter de woestijn in. Wow. En toen viel er een schot. En dat werd haar fataal. Ze is aan een kameel uiteindelijk weggesleept en op een gruwelijke wijze overleden. Maar, moet je ook zeggen, way to go voor een dandy. Ja, ze schrijft dat ook in haar dagboek. Hè. Als mij op mijn reizen iets overkomen zou, als ik gedood zou worden, wat toch heel goed mogelijk is, dan zal men ongetwijfeld zeggen, ja, dat komt ervan, van al dat reizen. Arme Alexine, wat een dood, et cetera, et cetera. Maar ik heb nooit het geluk begrepen van heel oud te worden, schrijft ze. Ik heb dat altijd triestig gevonden. Ja. Zelfs onder de gelukkigste omstandigheden. En ik vind niets angstwekkends in de gedachte, vrolijk en dapper, mijn einde te vinden door een geweerschot of een messteek. Nou, ze heeft dus beide gekregen. Ja. In plaats van een saai leven verder te slepen, zoals ik zoveel heb zien doen. Wat een moedig mens. Ja, standbeeld in Den Haag, zou ik zeggen. Ja. Ruk een van die oranjes van zijn sokkel en zet dat mens daar neer. Ja, ik ben blij dat wij nu onze een vrouwelijke heldin hebben gevonden. Nou, we vinden er nog wel een. We hebben een aantal vlieginiers, denk ik. Ja. Ja, er komen er meer. Ze zijn er wel. Ook in de oorlog zeker heldinnen. Maar daar zijn wij niet voor opgericht. Hè? De onderregel Snopcast, niet inclusief, maar exclusief. Ivo, het is weer ons moment om de drankindustrie te sponsoren. Gig, de hard seltzer. Ik ga nu. Je hebt alweer een blikje opgedronken. De grapefruit melody. En ik doe maar zoals zij doen. Gewoon zo'n blikje aan je lippen zetten. Dat is modern tegenwoordig. Ik heb hier de Berry Beet, iets met berries. Ze zeggen dat het naturally flavored is. Het is water met een prettig duwtje. Minder calorieën dan een biertje, als je dat nog interesseert. Nou, dat is op zich meegenomen. Maar het heeft wel iets zomers. Even, dit is dus in Amerika. Kijk, dit is eigenlijk uit Amerika overgewaaid. Ja. Oké. Nou is het punt natuurlijk, dit is opgericht door twee broers, Max en Bob. Mm-hmm. En ik dacht eerder gezegd, als je zegt, nou, wat zijn er broers in zaken? Er zijn er wel heel veel voorbeelden van. Maar wat ik een mooi voorbeeld vind, die mensen waarschijnlijk helemaal niet meer kennen, Joep en Jeroen van de Nieuwenhuizen. Nou, die kennen dus mensen. Toen die ik bij Quote ging werken, toen jij er al zat, toen was de grootste, zeg maar, serial entrepreneur in Nederland, was Joep van de Nieuwenhuizen. Die had 180 bedrijven. Hij was, zeg maar, de man die de deals deed. En zijn broer Jeroen, die deed de cijfertjes. Ja. En dat is natuurlijk altijd het punt met dit soort dingen. Dus als de een de deals doet, de creatieveling is, de dealmaker, en de ander is de man die met de spreadsheets in de hand staat. Wie gaat dan uiteindelijk zeggen, ja, maar Joep, dat kunnen we niet betalen, dat moeten we niet doen. En Joep was nogal van cooking the books. Is uiteindelijk ook stijlvol in de baan schijnen. Hij heeft even moeten brommen. Hij is helemaal terug, hoor. Ja. Maar hij heeft al eventjes moeten brommen. Ja. Maar dat vond hij ook fantastische tijd. Ja? Ik hoorde ook dat hij in het cellenblok waar hij zat, ik weet niet of dat voor de familie Pons of was een aanlokkelijk perspectief is, maar in het cellenblok waar hij zat, dat hij ook meteen, ja, hij maakte er gewoon een feestje van. Ja, zo'n gozer is mooi, het wel. Hè? Ja. Als je met Joep, ik heb met Joep een keer een happening gehad in een zaal, en toen had hij al in eerste instantie van de rechter iets van 2 jaar gevangenisstraf aan zijn broek. En toen liet ik die zaal stemmen van wie denkt dat Joep schuldig is. En toen zeiden de meeste mensen, die is schuldig. En toen zei Joep, in de volgende 3 kwartier ga ik u duidelijk maken dat het niet waar is. Niet dat ik de gevangenis in ga, maar de officier van justitie. En aan het einde van de avond had hij gewoon 3/4 van de zaal om aan zijn kant. En dan heb je wel charisma. Ja. Nou, dat hij is overigens wel veroordeeld. Dat is ook karakteristiek voor de oplichter natuurlijk. Hè? Ja, mooi. Charmant wel. Ik zou zeggen, Bob en Max, neem het er nog even van, nu het nog kan. Het is een gigantisch verfrissende drank. Ideaal voor de zomer. En te bestellen bij je Kateer. Kick Hard Seltzer. Het snobject. Ivo, terug naar de essentie. Wat dan? Wat heb je voor spulletjes bij je? Ah, ja. Nou ja, het zomerseizoen vangt al ras aan. En wij zijn bezig met welke zwembroekjes, welke espadrilles. Maar
je moet ook de vreugde van je viervoeter niet onderschatten. En in, maar hem is het ook vakantie. Ik las laatst nog in de New York Times dat het in Beverly Hills heb je nu ook een kerk waar je je hondje kan laten trouwen. En als je vindt dat je hond te veel een hanglip heeft, dan laat je dat even, bijwerken. Ja. Maar goed, zover zal het niet komen in Nederland. Maar je kan wel bij Hermès sinds kort kan je de Woef kopen. De Woef? Ja, hier. Kijk, ja, een theetree, wat is dit? Ja, dat is een frisbee voor je hond. Een frisbee apart voor je hond? Ja, in de kleurstelling van het beroemde oranje van Hermès. Hermès Serrier. Ja, dat staat daar dan nog wel op, hè, zadelmaker. Ja, dit is 100% een deksel van 100% van, plastic. Zo'n deksel van zo'n mayonaisebus. Daar zou het... Ja, met een iets andere prijs. Maar de firma Hermès verlangt €175. Maar is je hond wel weer heel erg blij en dan komt die leuk voor de dag. En de tandjes komen er niet door? Jawel. Voor die 175. Het is echt... Plastic. Ja, maar wel recycled. Hè. Daar moet je wel even rekening mee houden. Ja. Ja. Dierenvrienden, Hermès. Ja, dus mocht je nog een dub te veel hebben... Het is een raar bedrijf, dat Hermès. Dus aan de ene kant, familie, kwaliteit. Ja. Dit is wel een van de beste kwaliteiten plastic. Ik denk niet dat je hond met een betere frisbee voor de dag komt, hoor. Die gaat heel wat ogen uitsteken op het strand bij andere hondjes. Ja, dit doet pijn. En wat is een beetje een Hermès hond, vind jij? Welke hond past hier? Jij kan niet met zo'n tekkeltje aankomen met zo'n... De Rottweiler sluit ik uit. De Bouvier doet ook niet echt mee. De herder vergeten we ook even. Jack Russell, Ierse Setter. Golden Retriever. Ja, maar Labrador zijn... Golden Retrievers zijn een beetje te lui. Labradoedeltje. Dat hele gooi loopt erop. Ja, huppatee. Ja, er zijn andere modehonden die wij vergeten. Die we niet meer. Ik ken die honden. Je hebt die pluizenbolletjes. Die ruim uitgevallen vlooien. Ja, dan gaat hij met zijn voortanden kwijt. Jorten Ivo, tonen begrip. Ivo, het is tijd voor cultuur. En dat halen we weer uit de gevarieerde wereld van de televisie. We gaan voor de rubriek van de milieu naar de buitenplaats. Mm-hmm. Naar een nieuwe aflevering van X on the Beach. Mm-hmm. Double Dutch. Je weet wel, dat is die serie van MTV vorige week ook al even gekeken... On the Beach. Het idee is sexy singles. De programmaleiding verzamelen zich dus in een, ik citeer, paradijs vol zon, zee, plezier en liefde. Jazeker. Lekker relaxen is er alleen niet bij. Ze krijgen onvast bezoek van hun exen. En dat blijken er nogal wat. Vorige week maakten wij dus kennis met HVK, afkorting voor Harry van het Kamp. Ik heb jou even moeten uitleggen wat een kamp was. Ja. Deze aflevering wordt absoluut ijzingwekkend spannend. Mm-hmm. Want hij wordt nu geconfronteerd met zijn eigen gedrag. En hier dient zich de olijke tweeling Samantha en Esmee aan. Ik weet niet naar wie we nu kijken, maar we gaan luisteren. Niet om het een of ander, maar wat is er eigenlijk allemaal gewoon gebeurd? Het is gebeurd, hè? Dat vraag ik aan jou. Kijk mij aan en zeg dat er niks is gebeurd. Of is er wel wat gebeurd? Ik snap het niet. Loopt iedereen hier te neuken? En bij haar ga je het voorlopig verzwijgen. Maar waarom dan? Wie ben jij dan? Ik vraag jou toch iets? Heb je je antwoord niet klaar? Hoe vind je dat accent? Wat is dat? Iets Brabants? Het zuiden. Ja. Ik ben half zuideling. Het ruikt Brabant. Een beetje naar stikstof. Dit. Ja. Het is een beetje Brabants platteland. Ik wil gewoon, kijk me aan als we tegen je praten. Geef me een antwoord. Als jij denkt dat ik maar heb geneukt, dan zijn we klaar. Wow. Hij is echt een viezerik, jongen. Gadverdamme. Maar ik heb echt geen medelijden. Hij naait iedereen zo hard in het huis en nu is het een keer zijn beurt. Klaar. Denken, we hebben gewoon geneukt. Kom, niet liegen. Stop met liegen. Wordt fijn. Hoe vind je die lippen? Dit is dus een tweeling, maar ze lijken op een bepaalde manier door de chirurg best wel kundig. Ik denk 2 voor de prijs van 1. Toch? Echt. Ik vind dat ook wel mooi. Dat echt. Ja? Ja. Maar jij hebt iets met dat, omdat jij katholieke poot hebt in de familie. Ja. Eerst kom jij hier stoer doen, ik neuk iedereen. En dan heb je iemand geneukt en dan ga je het er in één keer over liegen. What the fuck? Wil je ook nog een burger of zo? Nee, dank je. Voor jou niet met je kleine lul, baba. Ja. Ik zou toch wel ook zijn, de trotse ouders. Ja. Kinderen zijn vanavond op televisie, jongens, we gaan samen kijken. Denk je niet? Ik denk dat ze dat nog doen ook. En dat ze hetzelfde zien als wij. Namelijk, waarom draagt hij zo'n Givenchy-t-shirt met een scheur erin? Ja, dat daar is, maken ze zich ook zorgen over. Dat is mode. Wij zijn old fashioned. Hier zit een scheur bij zijn schouder. Wat is dat? Ja. Nou, ik sluit niet uit dat dat een vrouwelijke nagel is geweest. dat zou zo maar kunnen. En ook weer dat opgeschorene boven dat oor, hè, tot hier. Ja. Wat is dat precies?
Is dat een het kort pittig kapsel voor de man? Ja, kapsalon. Het enige waar Harry vanavond zijn long ging steken is een noespitje. Echt. Maar zeg het tegen jou als je het hebt gedaan of niet. Eerlijk is waar, maat. Eerlijk is waar. Dat vind ik wel mooi, profetisch. Het is wel een gezelschap filosoof. Ja. Ja. En dat niet. Ze spreken niet. Nie. Ja. Dat is... Ik ken nog uit Monty Python. Eerlijk. Ik probeer aansluiting te zoeken, dus gun me nog een minuutje. Dan ben ik helemaal into de paradise-sferen. Heb je seks met haar gehad, ja of nee? De vraag is echt heel simpel. Oké, maar je denkt dat ik het weet en dan is het goed. Ik vraag het toch aan jou! Tjusje, Mina, dit is toch niet een heel gezellig ontbijtje met je gekookte eitje. Heb jij zo'n boze vrouw in je leven gekend? Ja. Ja, dat is trouwens waar wel. Jij bent één keer met een borderliner gegaan. Ja? Volgende uitzending. Dat was nog wel wat steviger. Dat bleef niet alleen maar praten. Ik heb wel een beetje heimwee naar onze rappers. Ja. Ja. Ja, de rappers begint al een beetje oude adel te worden. Het is zo'n... Nee, maar het is veel... Kijk, die rappers die zochten het nog in materiële dingen, in auto's, in mode. Dit is toch eigenlijk wel heel plastisch allemaal. Ja. De Snopcast. Omdat je het waard bent. Nou Ivo, ja, we zijn wel weer toe aan een vaste relatie. Dat is wel duidelijk. Ja, ik kan niet wachten. Krijg je er zin in? Ja, godsamme. Nee. Ik trek me nog even terug een paar weken met een paar boeken. En lees er liever over dan dat ik ermee te maken heb. Maar, je hebt wat boeken bij je. Ja, want ik wil toch... Niemendalletjes. Er gaat natuurlijk een enorme hoeveelheid mensen gaat naar Zuid-Frankrijk. En vrijwel niemand herinnert zich nog de boeken van Peter Mayle. Expensive Habits. Ja, dat was het leukste. Ja, ja. Maar goed, over verwende dingen. Dan. Hij heeft daar in de Provence heeft daar ontzettend mooi over geschreven. En we hebben natuurlijk erg veel over drank. En hij beschrijft ook in deze boeken allerlei Franse happenings die in de zomer plaatsvinden. Je hebt de marathon van Bordeaux, waar je de avond voor de wedstrijd een ongelooflijk groot 12-gangen diner hebt, waar geen water wordt geschonken, maar louter Bordeaux. En de volgende ochtend begint de marathon om 11 uur, op het heetst van de dag. En het enige wat de omstanders mogen uitreiken aan de zwetende, dorstige deelnemers zijn plastic flesjes gevuld met Bordeaux. En hij beschrijft ook nog ergens hoe een oogstfeest in de Provence in de jaren 70 wordt afgesloten, waarbij de gendarmerie de wijnboeren naar hun Renaultjes en hun Deux-Chevaux'tjes begeleidt en totaal beschonken en de auto voor ze start en zegt, jongens, niet te hard rijden. Ja. Ja. Dus dit moet je wel even lezen. Ja, A Year in Provence. Peter Mayle. M-A-Y-L-E.